Ja, dus we zien een enorme toename aan criminaliteit, aan handelen of dreigingen van statelijke actoren. Die allemaal weten, ja, het is makkelijk, het is snel, het is anoniem. En het is een helve statement om eventueel maatschappij mee te saboteren. Een van de grootste uitdagingen die wij zien voor de Nederlandse infrastructuur is de snelheid te behalen die nodig is om de energietransitie te kunnen realiseren. Goedemorgen, welkom bij het webinar Digitalisering Topsector Energie. Ik heet u graag welkom vanuit uw eigen kantooromgeving om u te laten informeren over de laatste stand van zaken in het digitale domein binnen energie. Hiervoor hebben we twee inspirerende sprekers uitgenodigd. Kees van der Klauw van de Nationale AI-coalitie en Pallas Achterberg, strategiedirecteur van Liander. Ik hoop dat zij u kunnen meenemen in deze spannende reis en waarmee, wat mij betreft, we ook resultaten boeken. Zoals 2-4% van onze klimaatdoelen voor 2030. Ik hoop dat u hierin meehelpt en u laat inspireren het komend uur.